Ambtenaren die hun werk naar behoren doen, zullen in aanmerking komen voor hun welverdiende promoties, zei minister Stanley Raghubarsingh van Financiën en Planning eerder op een persbriefing in verband met de 7e review mission van de IMF. Het ambtenarenbestand moet ook verder opgeschoond worden, zegt Raghubarsingh. Wij hebben gisteren in de regering ook besproken dat wij alle ambtenaren, met name de ambtenaren die wel presteren, die komen, dat wij ze allemaal hun promoties gunnen. En laat me zeggen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken met de regering samen in totaliteit bezig is. Er waren in de rechtspositie van ambtenaren, waren er, ik dacht, 38.000 achterstanden. Daarvan zijn 28.000 ingelopen. Die 10.000 daar wordt nu aan gewerkt. We gunnen iedereen. Maar wat niet moet gebeuren, is dat al die promoties, dat die buiten de begroting gaan. Volgens de bewindsman moeten ministeries er zelf voor zorgen dat de promoties en extra geld binnen het budget zijn van hun loonsom. Het ministerie van Financiën en Planning heeft geen extra geld om zaken buiten de loonsom van het ministerie te bekostigen.